Deelnemers startvrij. Startvrij, dames en heren, voor de Baco Boy Superpaardprijs. Met als favoriet paard nummer drie Empolion BR met Rob de Vlieger. En de acht deelnemers gaan zich op dit moment formeren achter de vleugels van de startauto. Twee andere deelnemers genieten veel aanzien. Dat zijn de nummer zes Exclusive Lane als mede de acht Excuse Me is een bijzonder woord van welkom ook aan de mensen die thuis meekijken hier naar de Baan van Alkmaar. We kijken vooruit op tien interessante koersen. Uiteraard ook weer een kwartetkoers en de Victory Vive. Kortom, spelmogelijkheden ter over. En we danken Schagen voor een geweldige inzet voor het welslagen van deze Schagedag. Nog 100 meter. 50 meter nog. De start van de opener van vandaag is een feit. En het is na de start aan de binnenzijde. Paard nummer 1, Duenna Starleek, die naar de leiding snelt. Galopade aan de buitenkant voor uh, Kiara Starro. Kiara Starro heeft een galopade gemaakt en is teruggevallen naar de laatste gelederen. Als we kijken... wie de nummer 8, 4, 4 galop. En dat is niemand minder dan paard nummer 1, Duenna Starleek. Duenna Starleek aan de buitenzijde, Empoleon BR. Aan de wijde buitenzijde krijgt paard nummer 6 geen positie, Exclusive Lane. En Jos Oorthuizen die heeft er half de beslissing genomen om door te rijden naar het front. En dat lukt nu ook. We krijgen een nieuwe koploper en dat is aan de buitenzijde, paard nummer 6, Exclusive Lane. Kosten wat en Ruud Pols gaat nu lekker uitrusten op de rug van de koploper. Daarachter Dora de Legum loopt geen meter te veel. En aan de buitenzijde meldt zich zo langzamerhand Empolion BR. Toch wil de vlieger nog geen druk uit gaan oefenen. Hij ligt daar even rustig op de vierde plaats. Achter deze deelnemers is het dan aan de binnenzijde John Mauriks. En hij rijdt paard nummer 7, Baby Blue. En in de rug van Empoleon Beer hoopt Rosalianse dat haar oud-werkgever en leermeester zo dadelijk toch een beetje op gaat rijden. Dan kan ze er mooi achteraan met paard nummer 5, Elma WT. En datzelfde geldt voor het paard van Caroline Albers. Die ligt daar dan vlak achter, paard nummer 8, Excuse Me. Deelnemers gaan op weg naar de overzijde van de baan. Met nog altijd dezelfde koploper. En die mag nu het tempo aardig naar de hand zetten. En dat is paard nummer 6, Exclusive Lane. Heeft een lengtevoorsprong op de tweede plaats. Daarachter Bols achter Duenna Starlake. En achter Duenna Starlake komt er nu eindelijk wat reactie. Want Rob de Vlieger, hij brengt zijn Napoleon BR nu in stelling. En komt op een gedeelde tweede plaats. En zo dadelijk mogelijk schuin naast de koploper. Paard nummer 6, Exclusive Lane. Elma WT trekt mee naar voren. En aan de binnenzijde ligt dan ook uh, paard nummer 7, uh, Baby Blue. Maar die heeft nog voor zich paard nummer 2, Dora de Legum. En inmiddels naast zich paard nummer 8, Excuse Me. En Caroline Albers, zij laat er geen gras over groeien. Trekt nu 3 dik ten aanval. Vooraan zal bij het indraaien van de laatste ronde tempo normaal gesproken omhoog gaan. Met nog altijd dezelfde koploper. En dat is Exclusive Lane. Exclusive Lane en Polyon BR. Aan de binnenzijde Duena Starlake. Daarachter Elma WT, die gaat daar nog altijd makkelijk mee. Maar uh, moet nu ook uh, hetzelfde gaan doen, als het voorpaard 3 Drie, dat was de favoriet Napoleon Bear. We gaan af op de laatste bocht. En daar heeft Jos Oorthuis inmiddels zijn versnelling geplaatst met Exclusive Lane. Tweede plaats Elma WT. En aan de buitenzijde meldt zich dan, excuse me, daarachter aan de relingzijde nog altijd paard nummer 2, Dora Legum. Dat is de situatie als de paarden inmiddels halverwege de laatste bocht zijn. Met nog altijd een gezonde voorsprong voor Exclusive Lane. Exclusive Lane heeft de leiding. Galoppaard in het achterveld voor Baby Blue. Die kwam hard aanzetten. Onthouden voor de volgende keer. Excuse me naar de tweede plaats. Elma WT aan de binnenkant vecht. Zeven, We 7 meters galop. in. Het is een gemakkelijke overwinning voor partner nummer 6. Exclusive Lane, Excuse Me, Elma WT en Dora Legum. Zo gaan ze over de finish.